Komende maand staan we natuurlijk ook vooral in het teken van de jaarvergadering op 23 juni met de afgevaardigden. Dan zullen we als bestuur ook onze eerste plannen presenteren en kijken hoe we samen met de afgevaardigden de badmintonsport op een hoger niveau kunnen krijgen. Daarna zullen we natuurlijk ook het land ingaan om met iedereen daarover verder te gaan praten en te bekijken hoe onze rol is als bestuur, maar zeker ook de rol is van verenigingen, vrijwilligers en andere betrokkenen. Nou, de eerste doelstelling voor mij is heel belangrijk dat we leden gaan behouden en eigenlijk het liefst nog leden erbij gaan krijgen. We hebben te maken met een dalend ledenaantal en daar moeten we denk ik echt wat aan doen, omdat het ook belangrijk is voor de toekomst van badminton Nederland. Het tweede is dat ik heel graag de bekendheid van de sport wil vergroten. Ik constateer toch dat er vaak weinig aandacht is voor de badminton in de traditionele media. En ik hoop dat we ook via andere media gewoon weer meer aandacht gaan krijgen. Zeker als je ziet dat we recent weer goede prestaties hebben verricht op het Europese kampioenschap. Derde is, en dat is ook heel belangrijk, is de verenigingsondersteuning. En dan bijvoorbeeld ook door middel van schoolbadminton. Dat vind ik echt heel belangrijk. Want juist het versterken van die verenigingen en daarmee dus ook meer leden. Ja, dat geeft ons gewoon meer ruimte en ook de vereniging meer lucht om de badmintonsport op een hoger niveau te brengen. Ja, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, daar zit niet zo heel veel verschil tussen. Want in beide gevallen zou je moeten besturen. Het verschil is natuurlijk wel dat een burgemeester niet altijd over de inhoud gaat. Want die heeft natuurlijk vooral zijn wethouders die daar over gaan. Maar de voorzitter van de badminton, die gaat natuurlijk eigenlijk ook over de inhoud en is ook het boegbeeld. Want dat is ook het leuke, in beide gevallen ben je het boegbeeld. En dat vind ik ook het leuke aan deze positie, want je kunt daarmee ook het verschil maken. Dat geldt zowel voor als burgemeester, maar zeker als voorzitter van de badmintonbond. Dus in die zin zijn er weer gelijkenissen en ik hoop dat ik in beide rollen een verbindende factor kan zijn die volgens mij nodig is om in ene geval de gemeente beter te maken. En in het andere geval de badmintonsport te verrijken. Ja, allereerst, het is een hele mooie, snelle, dynamische sport. Je kunt er naar kijken, het gaat heel snel. Maar het is wel goed te volgen en dat maakt het ook, wat mij betreft, heel erg aantrekkelijk. De tweede is, het is ook echt een familiesport in mijn ogen. Ik heb gemerkt dat er een enorme verbondenheid is tussen alle mensen die sport doen en wat mij betreft is dat ook een heel mooi gegeven en iets waar we ook op verder kunnen bouwen. En ten derde, dat is niet onbelangrijk, het is een sport die ook heel makkelijk laagdrempelig te benaderen is. Dus iedereen kan er aan meedoen, je kunt snel meedoen en het spel is in principe snel te begrijpen, hoewel je als je echt naar de top wil natuurlijk wel even wat meer in je mars moet hebben. Ja, dat is natuurlijk een algemeen gegeven. We zien sowieso dalende ledenaantallen, maar zeker ook bij de jeugd. En we zien allemaal dat de jeugd steeds meer prikkels heeft, steeds meer dingen kan doen. Dat is lastig. Ik merk ook dat jongeren op steeds jongere leeftijd voor een sport gaan kiezen. Dus volgens mij moeten we ook als badminton Nederland en als sport eerder jongeren proberen aan te trekken. Dat kan bijvoorbeeld via schoolbadminton, dat is denk ik een heel belangrijk gegeven. Maar misschien moeten we ook wel eens gaan kijken bij verenigingen. Of je niet veel eerder ook al op een veel jongere leeftijd kan kijken of jongeren badminton een leuke sport vinden. Ik zie dat in mijn eigen omgeving, mijn nichtje, de dochter van mijn zus, zit op dansen. Een sport die ik 10, 15 jaar geleden niet had. Dat betekent dus ook dat er steeds meer sporten zijn die voor de jongeren aantrekkelijk zijn. We moeten daar denk ik een antwoord op zien te vinden door jongeren sneller bij de badmintonsport te betrekken. En hopen we dat ze dan ook daadwerkelijk daarna aan toernooien mee gaan. Ik wil mijn vraag graag stellen aan Pieter van Soerland, ook onlangs toegetreden tot het bestuur. Pieter, jij bent ook net toegetreden en wil die vrije tijd voor vrijmaken. Mijn vraag aan jou is, waarom heb je hiervoor gekozen en wat is jouw ambitie voor de komende periode?